Hoi hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van leukerecepten.nl. Vandaag ga ik een aardappeltortilla maken, een Spaanse aardappeltortilla. En die is onmisbaar bij de tapas of heerlijk als borrelhapje. En je hebt maar 3 ingrediënten hiervoor nodig. Dat zijn aardappels, ui en eieren. En daarnaast gebruik ik ook nog wat olie en peper en zout. En we beginnen uiteraard met het schillen van de aardappels. Dan leg ik de geschilde aardappels even in een kom met koud water. En dan snijden we de aardappels in plakjes. Je kunt ook eventueel kant-en-klare aardappelschijfjes gebruiken. En dan dab ik de aardappelschijfjes nog even iets droog met een stuk keukenpapier. Er mag best flink wel wat olie in de pan. Ik ga de aardappeltjes min of meer een beetje frituren. Als de olie goed warm is, kunnen de aardappels erin. Je kunt het zien als je een spatel in de olie doet en er komen belletjes, dan is die dus goed. Na 5 minuten voeg ik de ui toe. En dan bakken we alles nog een minuutje of 5, dus in totaal 10 minuten. Als de aardappeltjes bijna klaar zijn, dan kun je verder gaan met het klutsen van de eieren. Dus ik doe de 4 eieren in een grote kom samen met wat peper en zout. Zo. En wat ook een lekkere toevoeging is aan dit mengsel is wat gedroogde chilipeper. Om lekker wat pit aan de aardappeltortilla te geven. Dan voeg ik de aardappeltjes toe aan het eiermengsel. En die mengen we even goed door elkaar. En ondertussen zet ik weer eventjes het fornuis aan en verhit ik de pan. Ik heb nog een klein beetje olie in de pan gelaten om de aardappeltortilla in te bakken. En dan gieten we het mengsel voorzichtig in de pan. En dan verdelen we het meteen even goed, zodat je een rechte aardappeltortilla krijgt. Zo. En laten we dit heel eventjes op het vuur staan. Ik zet het middelhoog. En ook doe ik een deksel op de pan, zodat hij goed kan stollen. Na ongeveer 10 minuutjes is de tortilla mooi gestold. Je ziet dat hij mooi loskomt aan de zijkant als je met de pan beweegt. Nu gaan we iets spannends doen. We gaan hem op het bord doen en vervolgens omdraaien en weer even terug in de pan. Oh ja, en wat ook belangrijk is, is dat je het vuur niet al te hoog zet. Anders heb je dus de kans dat de onderkant al bruin of zwart is en de bovenkant nog niet gestold. Oké, daar gaan we. Ik heb mijn grootst mogelijke bord gevonden. 1, 2, 3. Ze zijn in ieder geval heel mooi bruin geworden. Nu gaan we weer even terug doen in de pan. Voorzichtig. Hij heeft 1 aardappeltje losgelaten. Zo. En dan draaien we nog 1 keer om. Voilà. Nou, deze aardappelen zijn een beetje afgevallen. Ik heb er even 2 puntjes uitgesneden en we gaan even proeven.
Hij smaakt heel erg lekker. Je proeft nog lichtjes de ui en hij is ook goed op smaak. De aardappeltjes zijn lekker zacht. Hij is heel erg lekker. Zoals je ziet vielen er aan de onderkant een paar aardappeltjes af, of ze lieten in ieder geval los. Dus mijn advies is om wel nog een extra eitje toe te voegen. Dus in plaats van 4, 5 eieren te gebruiken. Dan heb je nog meer dat het één geheel wordt en dat de aardappeltjes allemaal goed blijven plakken en in één tortilla blijven. Nou, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om naar deze video te kijken. Doe even een duimpje omhoog en dan zie ik je volgende week. Doei!